Deze week is het de week van het geld. En waar de een zorgvuldig met geld omgaat, kijkt de ander niet op een euro meer of minder. En of het nu gaat om kleding, een dure hobby of lekker eten, er zijn in ieder geval genoeg dingen om je centen aan uit te geven. Waar geef jij het meeste geld aan uit? Ik denk wel gewoon aan de hobby's vooral. En gewoon lekker voor mezelf wat games ook halen in de tussentijd. Daar gaat toch wel grotendeels naartoe. Ik geef het meeste geld uit als ik ga shoppen met vrienden of terrasjes. Of als ik naar een stad ga en daar ga shoppen. Op dit moment festivals. We hebben natuurlijk 2 jaar corona gehad en daardoor konden we niet echt naar festivals gaan. En ik heb nu eigenlijk al met mijn festivalgroep al een kleine €500 aan festivals uitgegeven. Aan eten op school en in de stad. Wat stappen, denk ik. En anders tussendoor eten halen of zoiets. Maar voornamelijk aan dingen die ik niet per se nodig heb. Nou, op het terrasje zitten, biertje drinken of lunchen. Dus daar gaat veel geld naartoe. Op dit moment heb ik Capital staan. Dat is op 2 april is dat. Ja, dat is een hardstyle dance event en daar heb ik ontzettend veel zin in. Aan stappen, ja, daar gaat echt wel te veel geld in zitten eigenlijk. Wij doen uitstappen, hè? Links en rechts, Nederland, Frankrijk, Duitsland. Concerten gaan we doen, theater bezoeken, we gaan dansen, dus wij doen wat van alles. Ja, ik ben te makkelijk als ik in de kroeg sta, dan wil ik altijd aan iedereen een biertje geven en gezellig en iedereen erbij. Daar ben ik te makkelijk mee en daar gaat te veel geld in zitten denk ik.